En er was licht. Ieder mens, of je nou jong of oud is, heeft behoefte aan warmte. Vooral als het koud is. Ieder mens, hoe groot of hoe klein hij ook is, verlangt naar een lichtje. Vooral bij duisternis. Simpele wensen, maar lieve mensen. Eenvoudig gesteld en verteld is het zo gesteld. Warmte en licht is een kwestie van geld. Alleen de zon staat gratis te stralen. Voor warmte en licht zul je moeten betalen. Dus behoor je als mens tot de armste categorie, dan is het gedaan met je energie. Zonder centen of rode duiten kun je naar je warmte fluiten. Dan gaan alle bronnen dicht en dooft het licht. Je wordt afgesloten, verstoten uit het leven om je heen. Lijkt de wereld zo koud als steen, maar toen God sprak en er was licht, bedoelde hij voor iedereen. Mooi. Compliment. Heel erg mooi. Mag ik jou vragen? Natuurlijk. Waarom doe je dit? Omdat ik ongevraagd, ongewenst in een zelf- en uitkeringspositie ben gekomen. En opeens wist hoe het was om te leven met een heel laag inkomen. Ja. Terwijl de levensstandaard maar blijft stijgen. Ja, bij anderen dan, hè? Nou, de kosten gewoon. Hè? Ja, de euroteken, we kennen allemaal die gesprekken. En eigenlijk was ik in één afhankelijk van organisatie waar ik wel het bestaan van kende, maar niet de werkwijze. Ja. En ik denk dat er een heleboel veranderd en beter kan worden. En vandaar dat wij op een gegeven moment geprobeerd hebben. Ik heb samen de BVVU en de Stichting SOS opgericht. Ja. Omdat ik een stem wilde geven aan mensen die murf vermalen tussen de systemen op de bank zitten. Wij doen een handreiking aan iedereen die met ons eens is dat een eigen inkomen ten alle tijde beter is dan welke uitkering dan ook. Kunnen we de mensen die 65 plus zijn of echt gehandicapt meer geven. En wij hebben leuke banen. Je weet het, de gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de mensen in de bijstand aan werk te helpen. En wij zeggen, het dient niet zo te zijn dat de geografische ligging van mijn woning bepaalt wat er lokaal gedaan wordt aan CO2-reductie, aan energieverbruiksvermindering, aan armoedebestrijding en aan recht op werk. Bepaalde gemeentes moet je naar de sociale werkplaats. Wordt niet gekeken naar opleiding, werkervaring. Dat vinden wij een schande. De overheid dient uniform aan te bieden. Vooral aan alle 2 miljoen laag inkomen gezinnen. Want wij wonen verspreid door heel Nederland. En dan te denken van de AOW'ers. Alleen AOW, wij kennen AOW'ers die in een gemeente wonen. 93% van het netto besteedbare inkomen is men kwijt aan vaste lasten. Weet u dat de diefstal onder 65-plussers in speelgoedzaken schrikbarend aan het stijgen is? Dat is verschrikkelijk. Aan het eind van je leven ga je nog op het criminele pad begeven, omdat je uit frustratie nooit iets voor je kleinkinderen mee te kunnen nemen en dan maar onbetaald in je zak steekt. Wij geloven in zelfredzaamheid. Verbeter de wereld. Begint bij onszelf. Hier en nu. Want als je weet wat er al mogelijk is om op energie te bezuinigen. De NUON durft nu te laten zien dat we 30% energie bezuinigen, elektra, kunnen. He, omdat we de Sahara aan het verlichten zijn. Hadden we gaarne jaren geleden gehoord. We hebben gehoord dat we 1 miljard te veel betaald hebben. We krijgen het niet terug. Dat kan schijnbaar niet. 35% van onze warmte zijn we kwijt aan buiten. Het is nooit mijn intentie geweest om de straat. Ik wil het mijn woning verwarmen. We betalen ons blauw. Er zitten hiaten in wetgeving. En wij koppelen naar Den Haag ook terug dat bepaalde wet en regelgeving niet de beoogde marktwerking heeft. Laten we daar naar kijken en het beter maken. En indien mensen zelfredzaam meer overhouden van hun netto besteedbaar inkomen, hoeft de overheid minder voedselbanken, waar de meesten die daar wel voor in aanmerking komen, liever doodgaan van de honger dan gezien willen worden. En wij zeggen heel simpel, maak een wet dat het verplicht is. Buiten alle gulle giften aan de 110 voedselbanken. Er zijn ook nog voedselloketten van kerken die zeggen, het is een schande dat we er zijn. We willen ons zo snel mogelijk opheffen. Dat is een andere doelstelling dan de voedselbanken. En buiten al die gulle giften aan de voedselbanken en de voedselloketten, weten wij dat er nog voor 200 miljoen aan betaald eten, maar niet verkocht in supermarkten, weggegooid wordt. Wij zeggen, maak een wet, verbied het om voedsel wat nog voor menselijke consumptie geschikt is, te mogen vernietigen. En laat de laaginkomengezinnen in diezelfde supermarkt, waar ze ook de andere boodschappen doen, gewoon in een aparte kassa hun spullen meegenomen. Heb je niet de kosten van een voedselbank, mooi gebouw, hebben koelwagens nodig om de spullen op te halen,
Het is ook nog de gebouwinrichting, want dan moet je ook weer koeling hebben. Laat de mensen in hun eigen omgeving, hun eigen ritme. Want trots is het enige wat ze nog hebben. Het is een gebrek aan beschaving inmiddels. Absoluut. Onwaardig. Nederland onwaardig wat er hier gebeurt. Je hebt wat getallen. Ja. Vertel. Dus de 700 keer wordt er landelijk in Nederland een gezin uit huis gezet. Per maand? Per maand. Dat kost een woningbouwcoöperatie tussen de 5.000 en de 6.000 euro. Wij zeggen nu tegen de woningbouwcoöperaties. Breng ons in contact met de mensen met een huurachterstand. We gaan de woning energie- en milieuvriendelijk maken. Waardoor men een 13e maand inkomen genereert wat men niet in handen krijgt. Dat is afloscapaciteit om de huurschuld. Dan kan men gewoon blijven wonen waar men woont. Alleen we krijgen geen poot aan de grond bij de woningbouwcoöperaties. Want die mogen maatregelen die zij zelf nemen, opdat wij minder energie verbruiken, mogen ze in de huur doorbreken. En oneindig. Er komt nooit een, die schuld raakt dus nooit ingelost. Ga je verhuizen, is het voor de nieuwe huurder. Die weet niet dat hij nog een schuld. En wij zeggen woningbouwcoöperaties, jullie durven huren te rekenen. Anno 2008, voor kwaliteit woning opleveringsjaar. We hebben ruim 3 miljoen woningen. Die zijn opgeleverd tussen 60 en 99. Met huren echt van 2008 kwaliteit. Ik woon in een woning 78. Men noemt het ook basiskwaliteit. Niet overal dubbel glas. Sonja, de medeop die met mij dit voert. Die heeft nog steeds geen dubbel glas beneden. Heeft een verrotte raamkozijn. En als er wind op het puin staat, dan wapperen de gordijnen. En als het regent, is het vochtig. Wij wonen ook in de slechtste woningen. Voor de gezondheid. Vandaar dat we in de Kyoto, de energiebox, de ioniserende spaarlamp toegevoegd hebben. Goed voor de gezondheid. Het haalt stofdeeltjes eruit. Het werkt echt. Heb ik nog een vraag? Ga je gang. Afsluitingen van gas en water? Dat gebeurt ondanks wetgeving van minister Wijn toen. Alleen hij had twee regels. Verbod op afsluiten in de winter. Toen dachten wij, woont die man wel hier? Want toen hadden we het met z'n allen tot ver in mei lopen stoken. Tweede eis was in de schuldsanering. Abu Talib heeft gisteren kenbaar gemaakt dat die hele wet schuldsanering natuurlijke personen aangepast gaat worden. Want die weten ook dat er wachttijden bij gemeenten zijn voor schuldsanering. Want dat was de tweede eis van minister Wijn. Dat je in de schuldsanering moest zitten. We hadden toen nog 457 Nederlandse gemeenten. Iedere januari weer iets minder, maar toen nog. Daar hadden op dat moment 312 wachttijden voor de schuldsanering. Variërend van enkele weken tot zelfs anderhalf jaar. Daar wachten nu terecht niet op. En hoeveel afsluitingen hebben we per jaar? 30.000, maar definitief. Dus echt verstoken, wonend in de woningen. Waar je alles hebt, maar niets doet het. We hebben in woningen mogen kijken. Het is verschrikkelijk. En dat is Nederland ook onwaardig. Laten we met z'n allen dit veranderen. De mogelijkheden en middelen zijn er. Logisch dat minister Zalm onze energiebesparing heeft tegengehouden. Want vergeet nooit, dames en heren, dat de overheid groot aandeelhouder is van de energieleveranciers. Dus het is ook moeilijk dat van ze te verwachten. Want dan zou Zalm 5 miljard per jaar minder in kas hebben. En hij wil de eerste staatsschuld naar beneden brengen. Nu het klimaatprobleem aan de orde is, krijgen we overal de deuren open. Wij willen door middel van CO2-reductie, oftewel energieverbruiksvermindering, de armoede onder ruim inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een laag inkomen. Bronkernkaart, ministerie, SZW. De kernkaart, dat is een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Een 13e maand netto besteedbaar inkomen genereren. En 20.000 terugkeerbanen. Wat zou jij doen? Wat zou jij doen als je het inspraakrecht in de Tweede Kamer zou hebben? Als burger. Er is al veel gevraagd. Wil je de politiek in? Ambieer je dat niet? Nee, dat bedoel ik niet. Niet als Kamerlid, ja? Maar als burger. Een inbreng leveren in datgene wat je om je heen ziet. Absoluut. Alleen dat hebben wij we denken dat we kunnen oplossen. Omdat wij dagelijks gebeld worden door hele weldenkende mensen, net als u en ik. Die zo ongelooflijk gefrustreerd raken. Men raakt ook te werken. Hè? Onder die 2 miljoen zitten ook ruim 230.000 hardwerkende mensen. Met helaas het minimumloon. We staan meer en langer in de file, de reistijden, de werktijden. Alles bij elkaar, men is murf, men is moe.
Wij hebben dat proberen op te lossen door op te richten Verenigd in Protest, voor VIP. Iedereen VIP. We willen juist terugkoppelen naar de politiek de 4 tussenliggende jaren. Want we weten allemaal dat de politici interesse in ons hebben als het stemtijd is. Ja. Maar dan daarna, na onze stem binnengehaald te hebben, is men volledig mandaat bezig. Ja. Voor en namens ons, maar wel zonder ons. Nou, er is een oplossing voor hoor. Dat weet ik. Welke? Je weet hoe die heet? Ja. Ja. Zeg maar. Nee. Wij willen absoluut met het kopje erbij, want we willen het samen doen met de overheid. Wij willen alleen een hele reële terugkoppeling geven op een rustige manier, want wij geloven niet in revolutie. Dat moeten wij op onze leeftijd absoluut niet ambiëren, het recht van de sterkte. Wij geloven juist met het kopje erbij. En wij ontmoeten steeds meer welwillende ambtenaren, maar ook politici, die echt wel iets zouden willen veranderen. En wij moeten terugkoppelen dat het nu dient te gebeuren. Niet meer vergaderen, geen dure onderzoekscommissies, geen nieuwe voedselschijf, want er komt voedsel op te staan wat ruim 2 miljoen Nederlanders niet kunnen aanschaffen. Wij weten best wel wat gezond eten is. Alleen we kunnen het ons niet permitteren. Laten we het anders doen, samen. Iedereen. Dankjewel. Graag gedaan.